Het gezin zit aan tafel. Ze bespreken wat ze allemaal gaan doen in het weekend. En wat gaan we op zondag doen? Naar welk pretpark dan? Naar Walibi of naar een waterpretpark. Ja, dat vind ik echt een heel goed idee. Dat gaan we doen, denk ik, hoop ik. Oké, dat is dan beslist. We gaan zaterdag naar Walibi. Maar ik heb een vraagje, wat gaan we dan zondag doen? Thuis blijven op de bank zitten en een film kijken. Gaan we nu eten? Ja. Even bidden. Hier is even een kreet aan met iets water. Oké. Ik hoor iets. Wat dan? Verstil. Zijn het vliegtuigen? Zijn bommen, oorlog! Weg! Het gezin staat buiten voor de deur. Ze staan op het punt om hun huis te verlaten, waar ze altijd gewoond hebben. De hele buurt rent voor hun leven. Er is oorlog! Door paniek beginnen de mensen in de buurt van huizen, daken en van alles eraf te springen. Tijdens het vluchten raken de ouders hun kinderen kwijt. De kinderen besluiten om in een kofferbak van een auto te gaan en zo te vluchten uit het land. Waar zijn we? Dat weet ik ook niet. Kom, we gaan kijken. Het ziet er veel mooier uit dan waar wij woonden. Kom, we gaan kijken. Sorry. Ja, is goed. Als ze een bord zien met vluchtelingenkampen, erop gaan ze daar naartoe. Ja, dat is gek, hè? Kijk, hey, vluchtelingenkamp. Misschien kunnen we daar meer informatie halen. Ja, kom, we gaan kijken. Laten we vragen. De kinderen vertellen dat hun ouders zijn kwijtgeraakt. Hallo, ik ben Sherif en dit is mijn broertje. En we zijn onze papa en mama kwijt. Ach jongens, waarom? Ja. Hoe is het gebeurd dan? We gingen vluchten voor de oorlog en toen vielen we. En toen dat merkten ze niet. En nu weer een plekje. De mensen gaan er gelijk werk van maken. Ze gaan hun best doen om de ouders weer te vinden. Op het vluchtelingenkamp zijn er diverse mensen die zijn gevlucht en die niks meer hebben. Ze hebben alles achter moeten laten. De ouders komen aan bij de vluchtelingen. De ouders komen aan bij de vluchtelingenkampen en worden door een tolk geholpen. Kunt u ons helpen om hun te vertalen waar ze vandaan komen, wat ze willen? Bent u echt helemaal niks van? Do you speak English? Of course. Waar kom je van? Smeden. How old are you? 24. Have you children? 2. Nice. De twee vluchtelingenkampen brengen de ouders en de kinderen weer bij elkaar. Ze hadden contact met elkaar. En de ouders zitten in een ander vluchtelingenkamp. Ik ben een broertje en ze zijn hun ouders kwijtgeraakt in Afrika. Hebben jullie toevallig die ook gezien in jullie vluchtelingenkamp? Ja, ze zijn hier. Echt waar? Zijn ze daar echt? Oké, ze kunnen naar jullie toegebracht worden. Ja. Ik ga ze gelijk vertellen. Doei! Jullie hebben recht op een verblijfsvergunning, omdat jullie gevlucht zijn. En ja, daar mogen jullie dus een verblijfsvergunning. Ga ik nu mijn handtekening zetten. En invullen. Het gezin krijgt dan toch nu hun verblijfsvergunning. Nu mogen jullie dus officieel in Nederland blijven. Oh, ja. Yes. Heel erg bedankt. Veel plezier in Nederland. We gaan beginnen met de tekenles. De juf loopt door de klas om de kinderen te helpen. Sherif heeft niet heel veel hulp nodig. Ze lopen nu naar huis, waar er geen oorlog is. Ze leven nu in Nederland met veel vrede.